Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly. Wij staan op camping Ozebos. In Gulpen. Euverum, Gulpen. Ik ga een ontbijt maken. Ja, Nelly gaat een heerlijk ontbijtje maken. En ik help daar natuurlijk mee. Wat? Ja, ik ga jou helpen. Ik heb net even mijn haartjes gekamd. Ik moet nog even mijn gezicht wassen. En Nelly heeft daar de oogband weer op gedaan. Want die heeft last van pukkeltjes op haar voorhoofd. Is waarschijnlijk zonexeem. Dus aangezien vandaag de zon weer gaat schijnen, volop. Lijkt nu net alsof ik zo'n pruikje heb met zo'n band eraan. Ja, maar toch staat het wel leuk, vind ik. Oké. Nou, ik zag het gisteren zelf en het leek ook wel een beetje alsof ik ziek was. Nou, natuurlijk niet. Ik vind het leuk staan en het is sowieso veel beter voor je huid. Want Nelly kreeg allemaal van die rode bultjes, die heb ik op mijn voet. Maar ja, er bestaan geen voetenbanden, dus dat houdt een beetje op. Maar Nelly heeft ook haar sokjes aangetrokken, kijk maar. Want die heeft ook die bultjes op haar voet. Die heeft eigenlijk hetzelfde. We hebben eigenlijk gewoon hetzelfde, alleen ik heb het niet op mijn hoofd, gelukkig. We hebben het ook op hetzelfde plekje. En het is hier bloedheet voor de verandering. Ik heb een te dik shirt aan. Ik heb een heel oud shirt aan, die is door het wassen heel dun geworden. Dat heb je nodig. Eigenlijk wel. Dit is een heel dik shirt, hemd. Maar ik dacht, ik moet nodig even mijn bovenarmen gaan bijbruinen, want kijk. Je ziet het hier ook wel, er staat gewoon een t-shirt in en dat is zo lelijk. Maar dat komt toch wel. Dat komt niet, want ik heb toch altijd t-shirts aan. Ja, maar dan komt dat toch wel, dat gaat er toch niet meer uit. Gaat dit er niet meer uit? Nee. Even serieus. Nee, dat kleurt niet meer bij. Oké, nou, ik ga naar buiten toe. Vreselijk hier. Nou. Vreselijk. Het is gewoon al een aantal dagen boven de 25 graden. Maar volgens mij koelt het in de rest van Nederland nu af. En regent het overal een beetje al. Maar hier is het nog lekker droog. En volgens het weerbericht komt het bij ons morgen. Onweer, regen, alles. Windstoten. Windstoten inderdaad. Wij hebben onze stoelen in de schaduw neergezet. Heb jij lekker geslapen trouwens? Ik heb heerlijk geslapen, maar dat heb je gemerkt. Dat heb ik gemerkt, want ik was best vroeg wakker. Ik ook, maar ik viel weer in slaap. Maar Nelly die viel gewoon steeds weer in slaap. Maar op een gegeven moment was het 9:15 en ik zeg, tok, ben je ook nog van plan om wakker te worden of ga jij tot 12 uur hier liggen. Maffen inderdaad. In een blouse heet ik. Ja, lag je gewoon fantastisch. Nou, we waren net al op weg in de auto. Toen kwamen we erachter dat de camera nog in de caravan lag. Dus ik ben even teruggegaan. Ali staat bij de receptie. En die is gelijk even gaan zeggen dat we morgen weggaan. En het kwam eigenlijk een beetje door mij. Ik ging afwassen en ik belandde bij het afwasgedeelte natuurlijk weer aan de praat. En ik raakte in gesprek met een vrouw uit Thailand. En die had ook last van eczeem. En die had hele goede zalf. Oh, daar staat ze. Daar staat ze weer te schreeuwen. Ze gaat naar de wc. Nou ja. Ja, kom op, zet door. Doe maar nog. Nou ja, dus en die vrouw die heeft dus hele goede zalf. En ze zegt, maak maar even een foto van die tube, want het helpt echt heel goed. Dus ik raakte aan de praat. Die vrouw was masseur. Hele mikmakken uitgelegd. Ze is ernstig ziek geweest. Dus ik had een praatje en duurde lang. En Ali werd natuurlijk een beetje geïrriteerd in die caravan. Want die denkt, wat blijft zij lang weg.
Maar ze wist ook niet naar welk afwasgedeelte ik was gegaan. Dus die was gaan zitten wachten. Hals over kop zijn we wegbeland. Mijn arm doet zeer. Ik denk op een uur train je dit wel, maar niet dus. Nou ja. En nu loop ik achter haar aan. Maar door haar haast zijn wij dus de camera vergeten. Maar ik heb hem. Auw. En het is warm. Nou, ik loop even naar het toilet. Dan wacht ik er even op. We gaan naar Epen. We gaan daar ergens de auto parkeren. Dan gaan we daar even een wandeling doen. Ik denk dat ze niet goed geworden is. Oh. Nou, daar komt ze. Het is hier altijd een beetje donker. Weet je wat wel fijn is? We zijn hier van die gaten en er is geen deur. Dus het ruikt hier altijd gewoon goed. Wij gaan hier eigenlijk nooit trouwens. Dus ik weet niet eens of het hier altijd goed ruikt. Nou, jij hebt het warm. Ik heb het heet. Jij hebt een te dik shirt. Je moet een heel oud, weet je, oude shirt gooien wij niet meer weg. Als het een bloedheet is, kan je die aan. Ja, dat is wel zo. Je wordt er dunner van pas. Ja. Ik heb een heerlijk dun shirt aan. Ik heb trouwens, ben trouwens net bij de receptie geweest. Ja. En ik heb gezegd dat wij morgen gaan vertrekken. Oké. Ik zeg dat is wel zo netjes om dat even te melden, want dan kunnen ze die plek van ons weer gaan verhuren voor een ander inderdaad. Ja. Dus, en dat is ook wel lekker aan deze camping. Je kunt dus bijvoorbeeld zeggen ik blijf tot vrijdag, maar als jij zegt op woensdag ik wil weg, kun je gewoon weg en dan betaal je alleen voor de nachten. Dat je gestaan hebt. Wij zijn ook wel eens op campings geweest. Moet je alles gewoon betalen. Dan moet je gewoon de nachten ook betalen die je niet eens bent geweest. Dus ja. En ik vind eigenlijk wel met een camping moet je gewoon... Ja, vind ik eigenlijk ook. Nou ja, moet je eigenlijk gewoon weg kunnen gaan wanneer jij dat zelf wilt. Toch? Of niet? Ja. Zo kijk ik er tegenaan hoor. Maar ik snap aan de ene kant ook wel weer dat het voor een camping ook handig is... Om te weten, wanneer iemand, je blijft. Ja. Of iemand überhaupt blijft of niet. Anders dan heb je waarschijnlijk plaatsen die vrij zijn. Ja. Terwijl die misschien ook wel bezet hadden kunnen zijn. Nou, moeilijk verhaal, ingewikkeld heel allemaal. Moeilijk. Maar jullie snappen wat wij bedoelen. Nou, wat jij denk bedoelt. Denk ik. Nee. Ik vind het zo mooi, al die bloemetjes en dan zo dat uitzicht. Het is hier prachtig. Ali is hier gaan staan. Die had het bloed heet. Wij vinden het eigenlijk te warm nu om te wandelen. Dus we gaan terug naar de auto. Ja. En we gaan een radler kopen. Hebben we die nog trouwens? Ja. Oh, het is te heet om te wandelen. We gaan een koude radler. Maar je ziet ook bijna niemand wandelen nu. Inschenken. Oeh. Ik denk dat we ongeveer 4 kilometer hebben gewandeld. 4 à 5, maar het voelt als 15. Ja. Ligt hier nou een koe? Ja, kalfjes. Van de lakenvelders. Ah. Wat lief. Heel lief. Oh, wat zijn ze klein nog. Ja, mooi hè. Superleuk. Ja, geweldig. Lakenveldje, hè. Maar wat ademt die snel? Proost. Dat had jij het heet of nou, hebt het heet? Iets beter. Wij lopen terug naar de auto, want wij zaten net op het terras en toen hoorden we de bediening zeggen, pak alles maar in op het terras, want er komt een donderwolk aan.
Nou, dit is dus in aantocht. Daar is het nog wel, lijkt het nog wel aardig. Maar de zon is weg. Maar de zon is inderdaad weg. Het begint een beetje te waaien. Het begint ook een beetje af te koelen nu. Waar die donderwolk hangt, daar. Daar moeten wij ook naartoe. Dus die richting, daar staat de camping. Dus ik vrees dat als wij straks terugkomen bij onze caravan. Nou ja, dan mag ik hopen dat die luifel nog staat natuurlijk. Want het kan er hier flink hard aan toe gaan. En die bediening die zei ook, de wolk komt van die kant. Dus dat is geen goed teken. Ik weet niet of als de wolk van die kant afgekomen was, dat het dan minder heftig was geworden. Maar wij gaan lekker terug naar de caravan en dan, als het nodig is, dan kunnen we met z'n tweeën aan die luifel gaan hangen. Nou, zo wordt het niet. Ik dacht, nu krijg ik een reactie terug. Ik zeg net, als het nodig is, dan kunnen wij met z'n tweeën aan die luifel gaan hangen. Als het nodig is, dan zit Nel in het douchegebouw. Oh, ja. Nel die is best wel bang voor onweer. Ik ook hoor. Maar toen wij nog de tent haalden, stonden wij met regelmaat in het douchegebouw. Nou, wij racen als een gek. Iedereen rijdt nu aan. Dus iedereen moet terug naar de camping. Naar de camping. Je ziet ook iedereen mega hard fietsen en lopen. Nou ja, in ieder geval, die stoelen die vallen telkens naar voren. Maar wij zijn dus naar de camping aan het chasen en ik hoop dat het meevalt. Het is hier nog droog. Als het droog is, pakken we heel snel de luifel nog in. Dat hadden we bedacht. Ja, want waar wij net vandaan komen, vanuit Epen, dat was echt flinke storm. Ja. Dus misschien zijn allemaal we nog takken tijd. Al op de weg, maar dat lijkt hier mee te vallen. Want hier zie ik ook geen takken. Het waait wel flink hoor. Het waait wel flink, dat is waar. Nou, we zijn bij de camping. Op hoop van zegen. Nou, we waren net te laat om de luifel in te pakken. Maar de tafel die lag aan de andere kant van het grasveld. Onze kleed lag helemaal bij de buren. Dus ja, hopen dat die blijft staan. Spannend? Ik vind dit altijd wel spannend, ja. Jij dan? Ja. Nou, volgens mij was dit het een beetje. Het rommelt nog een beetje in de verte. Toch hou ik er niet van hoor. Ik ben er altijd een beetje bang voor. Maar dat komt omdat ik me een keer heb verdiept in onweer op de camping. Nooit doen. Ik moet even kijken of er ook een flits komt en hoe lang daartussen zit. Ach. Nee, maar de buurman heeft schade. Die zijn luifel is eraf gewaaid. En die heeft flinke deuken in de caravan. Dat is best wel zonde. Ja. Wij niet, dacht ik. Straks kunnen we die luifel even inpakken. Ja, we pakken vanavond die luifel in. Ja. Wij gaan boodschappen doen. Outfit of the day. Ja, inderdaad. Wil jij deze aan? Ja. Die wil graag. Action. Nou. Super mooi. Echt, kijk, hele mooie korte broek. Zo leuk. Met camping. Dat. Camping. Camping life. Ik wil 2 keer de pompoenbroodje. Ja. En 2 keer de keizerdonker. Ja. En hoe is de naam? Schenk. Schenk? Ja. K. NK. Schenk. Ja, Schenk met NK. Goed. Komt voor elkaar. Super.
Wij gaan toch maar even de auto gelijk vol tanken. Dan hoeven we dat morgen sowieso niet meer te doen. Het scheelt weer. Ja. Ik heb jou... Wacht, volgens mij weet jij dit niet. Kom eens. Ik kwam er pas geleden achter met het schoonmaken van de auto. Deze tankdop, waar doe jij die altijd als je tankt? Laat het gewoon hangen. Nou, kijk. Oh, wat goed. Dat wist jij niet, hè? Hier zit een gaatje, dat kun je zo... Nee, dat wist ik niet. Nou, weer iets geleerd. Ja. Nou, wij hebben net boodschappen gedaan en wij gaan het witte goud eten. Nu al zin in. Geen camping eten, maar ik ben niet zo goed in camping eten. Spinnerig. Bij ons moet het altijd... Ja, wij zijn niet van de blikken en zo gewoon. Wij willen dan toch weer verse groenten. Nou ja, Ali gaat de luifel opruimen. Of de, de dingetjes. Voor de rest nog niet helemaal natuurlijk opruimen. Maar ze is al een beetje aan het afbreken. Na het eten dan... Doen we hem samen even inklappen. Maar ik ga nog even met luifel koken. Nou, ik was al een beetje begonnen aan het schillen. Ik vind het een beetje dik. Dikke saus. Ja. Lekkere aardappeltjes erbij. Deze zijn trouwens voorgekookt, want eerder deze week hadden wij aardappeltjes. Die waren niet voorgekookt en dat duurde echt een eeuwigheid voordat dat goed was. Gekookt eitje erbij. Ja, dat doe ik even door die saus. Ook lekker. Of nee, dat is niet speciaal met die saus. En waar staat het witte goud? Binnen. Oh, binnen. Jelly heeft het trouwens even in tweeën gesneden, de asperges. Anders past het natuurlijk nooit in dat pannetje. Eet ze. Smaakt goed? Mm-hmm. Erg lekker. Nou, gelukkig. Het komt eigenlijk door mijn moeder, hè? Ja, vanochtend. Die ging bellen en die was asperges aan het schillen. En die zegt, nou, dat kan je makkelijk op de camping. Mm-hmm. Maar ik vind wel een beetje veel pannen. Ja, dus niet echt camping eten. Stikje. Mm-hmm. Ik ben nog even een, wat is het eigenlijk, een kipburger aan het bakken. Zoals jullie zien is het niet helemaal goed gegaan. Deze is een beetje gefikt. Een kipsnitzel Italiaans. Oké, een Italiaanse kipsnitzel. Beetje aangefikt. Wij zijn aan het opruimen. Morgen nog bijna niks meer te doen, joh. Nou ja. Alleen ontbijten. Ja. Nou ja, ons kennende. Nog genoeg te doen. Zo. Kleed. Ja, ik doe dit even na met een droog tissue, want dan heb ik geen strepen. Snap je? Mhm. Oké. Ik snap het helemaal. Natte tissue, droge tissue. Je bent erg precies. Hup. Je bent erg precies. Zo precies, ze gooit de doekjes gewoon hier van zich af. Uit de deur, inderdaad. Hop,
Ze gooit het gewoon weg. De luifel is ingepakt. Dat scheelt morgenochtend een heleboel werk. Dus in principe hoeven we eigenlijk helemaal niet meer zoveel te doen morgen. Nee. Kledingkast kan gewoon vol blijven. We gaan natuurlijk wel een paar nachtjes ergens anders. Dus ja. Ja, ik ben niet van plan om het allemaal in te gaan pakken in een tas. Dat nee, laten we nu gewoon lekker liggen. Die caravan op laten hogen qua gewicht. Inderdaad. Dat gas kan daar gewoon blijven. Ja. Normaal dan zetten we zijn wij natuurlijk een weekendje weg of zo. En dan moet alles er weer in, er weer uit, er weer in, er weer uit. Zo gaat dat. Mm-hmm. Maar het hoeft nu niet, hè. Schoon? Nou ja, zeg. Asociaal. Nog even genieten van dit prachtige uitzicht. Morgen hebben we een heel ander uitzicht, morgenmiddag. Als alles goed gaat natuurlijk, maar het is niet te vergelijken met dit uitzicht. Toch Nel? Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar dat houden wij nog eventjes geheim. Ga je dit missen, het uitzicht? De regisseur is te pas. ja, dat wel. Ik vond het wel echt, echt heel mooi. Echt heel mooi. Ja. Gewoon het is zeker. De natuur, het alles. Ik vind het prachtig. Maar, niet dat ik er zou willen wonen, maar ik vind het wel super. Ja, voor het ultieme vakantiegevoel te krijgen is dit zeker een prachtige locatie. Maar ik zei vanmiddag wel tegen Nel, als wij ooit hier nog een keer naar terug gaan, wat we eigenlijk nooit doen, maar stel dat we nog een keer naar deze camping gaan, dan wil ik sowieso op één van deze plekjes en dan het liefst daar. Want daar is de zon het langst. Want als je dus daar staat, daar ook prachtige plekken hoor, achter het toiletgebouw, met een echt een heel mooi uitzicht, maar als je daar staat, dan... Nee, ik bedoel daar bovenin. Oh. Als je daar staat, dan heb je sowieso een uur, ik denk wel een uur minder lang zon. Want 's avonds is de zon daar het langst. En als je daar op het hoekje staat, ook een mooi plekje, dan kijk je tegen een heg aan, als je klein bent. Ik denk dat ik tegen een heg aan kijk en dat jij er net bovenuit komt. Ik sprak vanmorgen dat Thijse vrouwtje. Die staat op dat plekje. En die is natuurlijk kort. Ja. En die zegt tegen mij, ik kan er niet overheen kijken. Haar man is lang, die kan er wel overheen kijken, maar zij dus niet. Nou, dan heb je er niks aan. Ja. Dat is jammer. Heel jammer. Die heg hadden ze er niet neer moeten zetten. Nee. Dat is heel jammer. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Ik had net nog een vraag voor jou, hè? Een theevraag. Mm-hmm. En dat was, wat zou je doen als je daar een koningin was? Nou, wat is dat? Weet je er al antwoord op? Geen idee. Wat mag de koningin meer dan mij? Wat mag de koningin meer dan mij? Rondvliegen in een privéjet. Elke dag wordt er voor haar gekookt. Dat wordt voor mij ook al gedaan. Wij gaan nu... Slaven. Slaven? Slaven, ja. Oké dan. Ja, wij gaan slapen. Goedemorgen. Het is onze vertrekdag, dus wij zijn er vroeg uit. Het is volgens mij 7:45. Oh, wacht.
Je ziet nog bijna niemand op de camping. Wij gaan lekker ontbijten. En dan gaan wij proberen om sowieso rond 9:30 hier te vertrekken. En dan gaan we naar de volgende camping toe. Ik heb er zin in. Het is een stukje koeler. Ja, het is weer lange broeken weer. Volgens mij komt het nu ook niet meer boven de 20 graden uit. De temperatuur, dus op zich is dat ook wel lekker, dacht ik. Of vind jij dat niet lekker? Nou ja, ik vond het wel benauwd deze dagen eigenlijk. Mm-hmm. Ik ben nog niet helemaal wakker. Ik ook niet. Oh, hoi. Ik ga een buik maken. Ja. Om de dag goed te beginnen, heb ik een vraag voor jou. Welk stripfiguur lijkt op jou? Ja, dat weet ik niet. Goofy. Heb ik zulke benen? Nou, ik zou meer aan die tanden te denken. Goofy. Nee, ik weet niet. Ik weet ook niet. Maar welke stripfiguur vinden jullie op mij lijken? De kijkers. Nou, ik ben benieuwd. Gaat automatisch. Alles automatisch. Wow. Snel. Ja. Dit was een topding, hè? Ja, dit is geweldig, dit. En hij blijft ook vol zitten, want ik dacht op den duur, na 2 dagen is de zak leger, maar dat is niet het geval. Nee. Hij blijft gewoon waterpas staan, dus hij loopt niet leeg. Ja, wij vinden hem geweldig. Zoals jullie zien hangt de caravan weer achter de auto. Wij zijn klaar voor vertrek. Wij moeten volgens mij iets van 2 uur rijden naar de volgende camping. Dus wij hopen daar rond 1:00 of 12:00 aan te komen. En dan breekt de pleuris los. En dan breekt de pleuris los. Als je het weerbericht moet geloven in ieder geval. Buurman Jan, zegt net dat het Jan wel de boer die zegt het valt wel mee. Ja, er staat hier een buurman die is boer geweest. Die weet alles van het weer af. Ja. Dus die geloven wij maar. Maar wij hebben het echt ontzettend naar onze zin gehad op deze camping. Aanraden. Echt een aanrader voor als jullie een camping in Zuid-Limburg zoeken, is dit echt, echt een fantastische camping. Ja, heel goed verzorgd. Wij hebben er meer dan een... Een week, precies een week. Nou, precies een week. Vrijdag. Ja. Precies een week, 8 dagen. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel uniek voor ons, want wij zijn best wel van het reizen en van het trekken naar andere campings toe, maar het was hier zo goed. Maar ja, ook heel mooi om te wandelen en ja, het was top hier. Ja, zeker. Nou, wij sluiten de vlog ook af. Wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Dank je. Nou, ik voel me zo Beatrix. Het stond al op het theezakje. Nou, ik denk dat het... Doeg Jan! Doeg. Koningin Beatrix wordt nog niet zo uitgezwaaid. Nou, echt. Ik heb gewoon zweet. Sorry hoor. Gewoon bij elke caravan is toch gewoon iemand staat te zwaaien. Iemand te zwaaien. Dat is fantastisch. Ja. Ja, echt waar. Ja, die mensen, die mensen gaan ons gewoon missen. Maar dit heb je dus ook als je een week ergens staat. Dan raak je toch geen hecht aan je helemaal niet gewend. Oké, nou. Nu gaan we echt afsluiten. Doei.